De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akinboto, heeft gisteren getracht duidelijkheid te brengen in de kwestie vertrek Suralco en de verdere ontwikkeling van de bauxietsector. De bewindsman deed dat op een persconferentie met ondersteuning van de presidentiële commissie. De persbijeenkomst is gehouden in de vergaderzaal van het ministerie en had als thema ontwerpwet wijziging Brokopondo overeenkomst en ontwerpwet schadeloosstelling bauxietmaatschappij. Akinboto haalde aan dat er nog potentie is om deze sector tot ontwikkeling te brengen. Waar we nu moeten kijken, waar staan we nu als samenleving en hoe gaan we ermee om en ervoor zorg dragen dat de bauxietsector, het vertrek van Suralco Alcoa Suriname, de ontwikkeling van die sector verder te gaan te nemen. Want de discussie vormt zich voornamelijk rondom het vertrek van Suralco Alcoa, maar er is nog heel veel. We hebben zeker nog minimaal, voorzichtig gezegd, 300 miljoen ton aan goede kwaliteit bauxiet in West-Suriname, waarvan 60 miljoen ton direct te mijnen is. Maar daarvoor moeten we nog steeds studie doen om de feasibility, de haalbaarheid ervan vast te stellen en de vraagstuk, omdat die bauxietsector, althans de verwerking ervan, enorme vraag is aan energie en het vraagstuk van energie eerst beantwoord moeten hebben om daar verder te gaan. De minister liet verder weten dat deze persconferentie merendeels bedoeld was om de percepties of misvattingen die in de samenleving zijn met betrekking tot de Brokopondo-overeenkomst weg te werken. Hij nam als voorbeeld de verkeerde perceptie over het milieu. Perceptie 7. Uit de overeenkomst blijkt dat Suralco gevrijwaard wordt van een aantal verplichtingen. Als er na jaren iets wordt ontdekt, kunnen wij ze niet meer aanspreken. Ik ga dit liever zorgvuldig overlezen. De milieuovereenkomst regelt de milieuafspraken. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen raffinaderij en mijngebieden. Belangrijk onderscheid. In het algemeen komt het erop neer dat er een mechanisme is waarbij alle plannen worden opgestuurd naar de overheid. De overheid heeft de gelegenheid deze plannen te beoordelen en feedback te geven op de plannen. Tijdens de werkzaamheden heeft de overheid het recht om veldinspecties te plegen om de vorderingen van de werkzaamheden te beoordelen. Na afronding van deze werkzaamheden vindt er opnieuw een beoordeling plaats en heeft de overheid het recht om aan te geven of zij bezwaren heeft met de uitvoering. Als dat zo is, zal Suralco niet worden gevrijwaard en zal Suralco de tekortkoming moeten wegmaken. Akinboto benadrukte tenslotte dat Suralco aansprakelijk blijft voor milieuschade die binnen de raffinaderij en hun privéterreinen verborgen is. De bewindsman sprak gisteren op een persconferentie die gehouden is in de vergaderzaal van het ministerie.